En we staan weer op de startgrid. En ga weg jij! Rot op! JD Customs is echt zo. Ja, ja. Echt top. Oké, nou, fijn. Dank je. Hallo jongens en meisjes, dames en heren en welkom bij weer een nieuwe vlog. En het is alweer dag 4 van de streetcaster. Nou, zoals je hier achter mij ziet, staat iedereen alweer klaar om te gaan vertrekken. En iedereen is een beetje onrustig. Want vandaag hebben we een hele lange rit. Bijna 600 kilometer. En niet 600 kilometer over snelweg, maar 600 kilometer over zandweggetjes. Bergweggetjes. Dus dat wordt best een zware rit. Hier de zeemaal. En we rijden natuurlijk weer vooraan, want niemand weet hier altijd de weg. En we zijn met een groepje van, denk wel, 7 auto's. En ja, het is wel makkelijk als iemand vooraan rijdt. Even eten. Hij zegt dat we hier... Moeten we hier in? Waarin? Hier. Waar? Rian, wat zegt hij van jou? Ja, laat maar even gaan. Het is in, hij staat op 800 meter. Je hebt dit bij mij maar niet ingesteld staan. Ja, wel. Ik heb hem. Ja, ik had hem echt ingesteld. Zo gaat het al fout. Eventjes geluk hebben. We werden net ingehaald door Nissan. En nou ja, 500 meter verder stond er, dus lees onder. Ik zit er al op die koeien natuurlijk. En in landen zoals dit moet je ook rekening houden met dingen die je misschien in Nederland niet zo vaak tegenkomt. Zoals bijvoorbeeld koeien op de weg. En we zijn aangekomen op de lunchstop. Ja, altijd enigszins chaotisch natuurlijk omdat we met zo'n grote groep zijn. En sommige mensen vinden het heel erg leuk. En sommige mensen vinden het heel vervelend. Nou goed, het was een hele korte lunchstop, want het is hier heel erg druk. En we gaan wel even een plekje wat verder opzoeken waar het wat rustig is. En waar we gewoon normaal kunnen eten. Anders zit je hier gewoon nog 3 uur te wachten. Al die fans ook altijd. Zelfs hier in... Jordi Dos! Waar zijn we eigenlijk? Mag ik een handtekening? Ja, zo. Waarschijnlijk met zijn baas aan het bellen was, want ja, hij was aan het lachen en aan het bellen. Er komen allemaal mensen hier voorbij gereden en wat moet ik nu? Moet ik ze allemaal aanhouden of, nou ja, goed. En met nog meer dan 300 kilometer te gaan, komen nu ook nog eens de hoosbuien hier naar beneden. De weg is er niet specifiek voor gemaakt om dat water af te voeren. Dus met deze supersportwagens door al die diepe plassen gaan rijden, dat gaat nog wel eventjes een uitdaging opleveren. What a glorious feel, and I'm happy again. Yay! I'm laughing at clouds, dark up above, the sun's a fine heart, and I'm ready for love. But the storm and clouds chase everyone. Bij de grensovergang hebben we gelukkig fans. Hallo. Duitsland. Ja. Thank you. Bye bye.
Nou, we zijn de grensovergang weer gepasseerd, alles goed bevonden. Alleen de douanier zag ik heel hard zuchten toen hij naar de rij achter ons keek. Want blijkbaar komen hier bijna nooit auto's over deze grensovergang. En nu staan er een stuk of 20 auto's van ons team, tenminste van onze groep, te wachten. En ik heb nog maar niet verteld dat er nog een stuk of 50, 60 achteraan komen. Je hebt het ook zwaar, hè? Nou, zien jullie mensen, hij rijdt helemaal niet echt. Het is allemaal nep op tv, gewoon. Nee, allemaal nep. Of je ziet het zo, hij wordt gereden, wat nog meer. Ja. Hey Gerco, weet je hoe de launch control werkt? Een mooi stukje hier. Oh shit. Hey, dat jij dat hebt gedaan, dan staat de grensovergang hier vol. Huh? Ja. Nou ja, geen launch control over de grens in ieder geval. Volgende grens, dit is de grens met... Servië. Is het Servië? Servië. Hij ziet dat regelen hoor. Betalen. Hallo. Thank you. Ik denk ze hebben iets lulligs geregeld, weet je wel. Dat ze wel eens tegenhouden of een grapje maken, maar het viel gelukkig mee. Hey! En we hebben weer een prachtige locatie gevonden. Echt, ik kan iedereen aanraden, ga een keertje naar Servië toe, want hoe mooi is het hier. Nou, we hebben hier een motelletje langs de weg gevonden. Ja, een beetje random. En we gaan hier maar eens even proberen wat te eten. En hopelijk is het hier niet zo druk, maar zo te zien. Aan het parkeerterrein zijn er buiten onze mensen niet heel erg veel andere mensen. Zo, nou goed. Buikje is weer vol. Het zonnetje schijnt weer. Wij kunnen er weer tegenaan. Nog maar 250 kilometer. En we hebben echt geen zin. We hebben echt geen zin meer. Kan ook gebeuren, lekker band. En we gaan snel verder, want we staan hier best op een gevaarlijke locatie. We gaan verkeerd hoor. We moeten terug. We hebben nu even een soort binnendoorweggetje gepakt, want er zijn een aantal mensen bang voor de politie. Ik weet niet waarom, want we deden eigenlijk niks verkeerd, maar er stond wel politie en rechtsafslag. We rijden er nu omheen en het zal wel goed komen. Ha, dus! Je gaat twijfelen. Ik weet niet of mijn neus zo ver omhoog kan. Ik ga aan mijn boerderij. Zo Lambo, die kan je dus omhoog zetten, dat stukje. Maar het weggetje wat we nu willen gaan nemen, zo hoog kan die helaas niet. Maar ze stonden hieronder, toch? Ze stonden gelijk hier om het hoekje. Oh, kijk, hier staan ze. Hier staan ze. Kijk, ze kijken. Ze hebben het dag niet. Vond wijk je de politie? Nou ja, zo. Dat is niet heel professioneel, maar ach. In Belgrado. Het was een lange stint. Het was echt lang rijden, veel sturen, mooie wegen, maar wel heel veel achter elkaar. Einde van dag 4 alweer van de Streetcasm.
Ja, alsjeblieft, hier achterin. Ja, hier achterin? Oké. Okay. Ja. Wat is dit? Dat die is van Cindy is heel licht, maar die van jou... Zoals je ziet alweer complete chaos natuurlijk bij de start van dag 5 van de Streetgasm. Laatste dag alweer. Gelukkig ook maar, want... Ja, daar zijn we weer. Daarom zeg ik gelukkig ook maar, want volgens mij is iedereen ook al een beetje klaar mee. Het hotelpersoneel is er klaar mee. Jenny Customs helemaal top! Ik ben gelijk doof aan één hoor. Dus, nou, en wij zijn er ook een beetje klaar mee. Maar vandaag moeten we dus nog eventjes een stukje gaan rijden vanuit Belgrado helemaal naar Boekarest. Blijf voorzichtig, hè? Het gaat ook altijd maar net goed hoor, maar ja, ik zeg, het is natuurlijk de laatste dag, dus iedereen doet nog eventjes extra zijn best om een beetje gek te doen hier. Nou, we zijn zeker niet de eerste die weggaan, ook niet de allerlaatste. En dat betekent meestal niet veel goeds, want dan is de politie al op scherp, want de eerste rijders zijn minimaal een uur geleden vertrokken. Ik vind het altijd leuk. We zouden om 9 uur vertrekken, het is nu 11 over 9 en goed. Hij draait! Adjo, nee! Hij is net en dan komt hij weer! Ah joh! Voor het eerst in 3 dagen hebben we eindelijk een schone auto. Staan we onder de plomp te sproeien, weet ik wat hoe je dat ding noemt. Heb ik weer! Wederom een tankstop natuurlijk, maar dit is niet een normale tankstop. Als je de challenge video's wel eens hebt gekeken, dan heb je waarschijnlijk ook dit benzinestation wel eens eerder gezien. Tenminste, dit merk zeg maar. Want wij waren een keer bij de opening van zo'n benzinestation. En nu blijkt dat hier binnen bij dit benzinestation, waar we dus eigenlijk nog nooit zijn geweest, allemaal foto's van de challenge hangen. We gaan even kijken. Ja, hier, kijk. Het T8. Hoe lang is dat? Op de brug om een mooie foto te maken en toen zag ze ineens allemaal politie staan, dus wij denken we rijden gewoon maar even netjes door. Toen dachten we dat ze aan het lezen waren, maar dat is ook niet, ze waren gewoon foto's aan het maken. Top politie. Thank you. Goodbye Servië. Thank you. En we zijn weer de grens over. Nu snel een vignet kopen voor Roemenië en dan mogen we onze weg weer vervolgen. Maar schat. Wij zijn aangehouden, jongens. Jor is gestopt. Hallo. Hallo, sir. Police stop to ditje stop. How do you mean? Alcohol hier. Police. You? Yeah. Stop. No, you. You came on my way. Okay. Police turn Severin document, please. Yes, of course. You want a car document? Documenting driver. Yeah. Document number. Can I get out or to get it on my back? Het komt er dus op neer. Ik deed eigenlijk niks verkeerd en er kwam dus een politieagent letterlijk vanaf de andere kant met zwaailampen aan om ineens op mijn weg geld te rijden. En ik stuurde natuurlijk omheen, ja, want anders moet je frontaal raken, is ook weer zo wat. Maar wij rijden verder, ik zie hem omkeren, zwaailampen aan.
hele verhandelingen, wegrijden bij de politie, moet voor de officier komen, je moet even 5 kilometer terug naar het politiebureau, want dit is de boete tussen de 400 en 900 lei. Nou, ik geloof dat 400 lei iets van 80 euro is, maar dus die gaf hem 80 euro. En we kregen netjes 40 euro terug. Kan je nog netjes omrekenen met z'n tweeën? Schiet mij maar lekker. Ik snap er niks meer van. Ik ook niet. Maar voor 40 euro rij ik gewoon weer lekker verder. We zijn aangekomen bij het Marriott in Boekarest. En de aankomst was niet spectaculair, want dat was eigenlijk geen aankomst. Maar we zijn er. Alles is er nog heel. De auto is perfect. Ik mag eigenlijk niet klagen. Nee, dat was nog helemaal niet het laatste ritje. Ja. Dit wordt het laatste ritje. Je hoorde wel, iedereen gaat helemaal los voor het laatste stukje richting de club. Daar worden ook de auto's op transport gezet, dus we gaan ook de auto's daarna niet meer zien. En dan is het echt het einde van Streetcaster. Nog een keer, nog een keer. In het midden staan dan, richting om je heen. Durf ik dat? Dit zou wel een heel slecht idee kunnen zijn. Dit zou echt heel slecht zijn. Ja, we moeten in het midden gaan. Oh shit. Ik weet niet of dat dit een goed plan is. Had hij al wat gedronken in de bar of? Kijk, en bij de finish, dan zit hij wel achter het stuur. Hij kan het wel. Gaat hij zo doen? Ja. Drie dagen zelf gereden. Ja. Kijk, twee dagen zelf gereden. Precies. Nou, dit is dan echt het einde van de streetcast, tenminste wat betreft rijden. Want ja, hier gaan we de auto's achterlaten en je ziet dat iedereen is door het dolle heen. Hé, mijn auto gaat rijden. Wat is dit nou weer? En zo zien we op de laatste dag in Roemenië wordt natuurlijk ook nog je auto gestolen. Deze Day One Special. We hebben het vandaag over drankmisbruik. Streetcast hem eindigen. Riegert van de tijd niet zelf rijden. Dat heb ik dus gedaan. Ja. Jullie wel. Wat jullie niet vertelden, is het eigenlijk zin niet uit. Dat is gelul. Ik ben gewoon elke dag dronken geworden. Maar dat is geen gelul. Dat is nee, wel waar. Dat is wel waar. Nou. En we staan op de verge of weer dronken worden. Dus ja.